Ja. Hallo allemaal. Jullie mogen ook. Hallo allemaal. Vandaag hebben wij een hele leuke Q&A voor jullie. We hebben ontzettend veel vragen binnengekregen van jullie. Onwijs leuk. Helaas kunnen we niet alle antwoorden voor jullie beantwoorden, maar we gaan ons best doen om zo ver mogelijk te komen. Ik ga jullie even voorstellen. Naast mij zit Geertje, Lisa, Sanne en Elsa. We beginnen met de vragen die door jullie gestuurd zijn. En daarna gaan we door naar de vragen die Lisa en Sanne hebben bedacht. Die weten wij niet, dus we zijn best wel een beetje zenuwachtig. Zullen we maar beginnen? Ja. Cool. Ben jij er klaar voor? Helemaal. Oké, Geertje. Yes. Van wie zou jij ooit nog een dansworkshop willen volgen? Van wie? Maakt het uit van wie? Gewoon iemand? Mm-hmm. Ik denk Galen Hooks. Ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is een Amerikaanse choreografe. En ik kijk dan haar video's heel vaak op YouTube en die vind ik echt heel cool. Die leert dan niet alleen dansen aan, maar die is ook heel erg bezig met zelfzekerheid en dat soort dingen. Zeg maar dat je ook heel erg daar, dan geeft ze tips hoe je die dans heel erg je eigen kan maken, dat soort dingen. Die heeft daar een hele methode voor, dus dat zou ik nog heel graag een keertje willen doen. Cool. Wat is jouw favoriete dansstijl? Wat vind je het leukst? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik hou heel erg van modern jazz. Daarin kan ik heel erg mijn gevoel in uiten. Maar ik hou ook heel erg van hip-hop, gewoon lekker hard en al je energie geven. Afro-dance is voor mij ook heel veel fun hebben. Dus voor nu zou ik zeggen afro-dance, hip-hop en modern jazz. Mag dat? Dat mag. Keertje, hoe oud was jij toen jij begon met dansen? Ik dans eigenlijk al sinds dat ik echt een heel klein meisje was. Maar ik ben met les begonnen toen ik 11 was. Bij Sophie Dance Center. Oké. En Elsa, jij dan? Ik was 18. Ja, ik was best wel laat. Maar volgens mij is dat goed gekomen met mij. Voor mij ook. Wie is jullie grootste voorbeeld? Dat is echt een hele moeilijke vraag. Ik denk niet dat ik één specifiek voorbeeld heb. Ik denk dat ik sowieso wel tegen mensen opkijk die heel erg zichzelf durven te zijn en die heel erg ook in dans bijvoorbeeld zichzelf heel erg laten zien en dat je echt gewoon heel erg ziet van oh, dat is echt zijn of haar stijl en mensen die anderen daarmee inspireren en echt daar voor anderen zijn, zeg maar. Zulke mensen zijn eigenlijk gewoon standaard mijn groot voorbeeld. Ja. Mijn groot voorbeeld, hè? Mm-hmm. Dan hebben we het niet over dans. Nee, dat mag iedereen zijn. Oh, ja, de meeste mensen weten dat van mij. Ja, ik heb Jezus als groot voorbeeld. En de manier hoe hij leeft, waar hij voor staat, de manier van omgaan met mensen, dat inspireert mij heel erg. En wie weet dat Jezus ook wel van dansen hield. Oké, Geertje. Hoe lang doe jij gemiddeld over mijn dans te maken? Nou, dat verschilt dan een beetje per. Ik geef dan 4 lessen. Voor de jongere groepen is het vaak een half uurtje, 3 kwartier, denk ik. Zeg maar, als ik 1 keer de goede muziek heb, dan is het wel vrij snel klaar. Maar inclusief muziek zoeken, dat duurt wel even. Voordat ik het goede nummer heb gevonden, duurt het echt heel lang. En met mijn hip-hop groepen bijvoorbeeld in Drachten 15 tot 17 en in Uretherm, dus nu ook Divine, dan ben ik wel wat langer bezig. Omdat ik dan heel erg let op details in de muziek en op strakheid en zo. Dus dan ben ik denk ik wel minstens 1 uur bezig. Zo. Ja. Pittig, hè? Ik denk ook dat mensen het onderschatten. Ja. Want je bent ook afhankelijk van creativiteit, toch? Ja. De ene keer heb je veel meer ruimte in je hoofd en de andere keer heb je het gewoon niet. Maar dan moet je toch iets neer gaan zetten. Ja, ik heb het zelf ook. Soms ben ik er 10 minuten mee bezig en soms kan ik er 1 uur mee bezig zijn. Ja, leven van een danser. Vraag van Geertje. Wat vind je het leukste aan dansen? Oh, er is zoveel leuk aan dansen. het leukste aan dansen vind ik de muziek. Ik hou heel erg van muziek. Ik luister eigenlijk altijd muziek als ik vrij ben, als ik alleen ben, als ik in de bus zit, als ik op de fiets zit. Dat is eigenlijk niet helemaal veilig, maar ik doe het wel.
ja, de muziek en omgaan met muziek. En dat je gewoon tegelijk, zeg maar, dans is een sport, maar het is tegelijk ook kunst, zeg maar. Dus ook heel erg dat je jezelf erin kwijt kan, je gevoel erin kwijt kan. En ik vind ook, zeg maar, sinds ik les mag geven, vind ik het ook heel erg leuk om dat met anderen te delen. Dus ja, muziek, bewegen, delen. Mooi gezegd. Precies. De volgende. Wat was de leukste dans die je ooit gedanst hebt? Ja, goede vraag. Of een speciale? Wat ik wel heel speciaal vond, was de EO Jongerendag. Ik heb iets met stadions. Dat vind ik te gek, waarin mensen massaal bij elkaar komen. Dat hebben we dus 3 keer mogen doen. En dat vond ik echt wel een hele eer. En ik voelde me zo verbonden met alle mensen daar. En je leeft er ook heel erg naartoe met alle dansers en je gaat voor het beste. Dus ook het hele gevoel van tevoren. Ja, dat vond ik wel echt kicken. En afgelopen seizoen, en dat zit ook nog fris in mijn geheugen, vond ik Human Trafficking, de choreografie, echt wel heel cool om te doen. En dat ging dus over mensenhandel. En daarin mochten wij als dansers een stem zijn voor de vrouwen die gewoon echt vastzitten in prostitutie. En die eigenlijk geen stem hebben. Dus dat was wel heel waardevol om te doen. Bijzonder. De vraag, hè? Ja. Want jij is een beetje vol? Jawel. Hoeveel prijzen heeft SSC al gewonnen? Nou, dat zijn in ieder geval wel 4 planken vol. Nou, ik weet niet hoeveel er per plank staan, maar... Meer zelfs. 4, 5, 6 planken vol. Dus dat zijn er heel veel. Ik weet, heb je alle bekers bewaard? Nou, soms ruikt er ook wel eens iets zoek. Ja, dat gebeurt gewoon. Leerlingen mogen zo nu en dan ook mee naar huis nemen of op school laten zien. Maar weet je, ik hou dat ook niet heel erg bij. Waarom niet? Ik vind dat ook niet het allerbelangrijkste. Mm-hmm. En we doen mee voor de ontwikkeling van de dansers en voor het groepsgevoel. Ja, ik vind wel, ik kan wel zeggen dat alle groepen het heel erg goed doen bij ons. Dat mag echt wel gezegd worden. Yes. Ja, hoeveel zullen er zijn? 80, 100 bekers? Ik weet het niet. Nou, heel veel in ieder geval. Echt ja, heel veel. En ze waren allemaal verdiend. Absoluut, zeker weten. Oké, wat is jullie grootste dansblunder? Daar ben ik ook wel benieuwd. Begin jij? Ik heb op het podium een keer gehad, dat was mijn eerste optreden ook nog. Ik heb nooit een hele grote blunder gehad. Ik ben nooit gevallen of van het podium of gestruikeld of dat nooit. Maar toen moest ik met een doekje dansen, weet ik nog. En die moest ik in de lucht gooien of zo. En toen moest ik hem weer opvangen. En dat opvangen ging een beetje verkeerd. Maar gelukkig was daar mijn knie, want ik moest een rondje maken. En toen viel het doekje op mijn knie. Dus toen kon ik hem zo weer pakken. Maar dat is gekund. Hij had echt naar de andere kant van het podium kunnen vliegen, maar dat viel mee. Ik heb het dus niet eens gezien, hè? Nee. Ik kan het heel subtiel. Ja. Elsa, wat vind je het leukst aan danslesgeven? Ja, het leukste, het gevoel met elkaar. Ik vind het heel gaaf dat er vriendschappen ontstaan binnen dansers, binnen de dansschool. Dat we een cultuur mogen neerzetten waar mensen zich veilig voelen, waar ze zichzelf zijn, waar ze zich mogen ontwikkelen in de persoon in wie ze echt zijn. Dat ze groeien in danstechnieken. Ik vind het ook heel leuk als ze onderaan beginnen en ik mag ze zeg maar daar brengen. Dat vind ik heel erg leuk. En ja, mensen inspireren met wat ik heb om dat uit te delen. Oké, volgende vraag. Hoeveel kledingstukken van de SCD... of Hoeveel kledingstukken van Salvation Dance Center hebben jullie en welke is jullie favoriet? Elsa? Oké, tillen en tossen en dergelijke ook? Oh, ja, oké. Okay, nou, we hebben de mesh-team. Yes. Woep woep. Kun je het zien? Deze zijn nieuw. Daar ben ik echt... Ja, dat is ook gelijk wel mijn favoriet hoor. Ja, die is heel vet. Ja, speciaal cool. Gemaakt voor ons. We zijn er heel blij mee. Maar goed, we hebben de SCC strakke shirtjes. De wijde shirts, we hebben hemdjes, we hebben leggings voor kinderen, voor volwassenen, we hebben de vesten, we hebben de truien, daar hebben we, officieel hebben we daar ook 2 verschillende van. Dan hebben we de kleine STC tassen en de grote STC schoudertassen.
Of je hebt ook die grote baseballjacks, toch? Oh ja, die hebben we ook nog. Oh, die zijn ook heel leuk, ja. Mm. Wat zei je? Een stuk of 10 dan? Zoiets, iets meer. Zoiets. Nice. Wat is jouw favoriet? Ja, ik denk wel dit vest. Deze heb ik echt wel heel vaak aan. Vooral ook op vakantie en zo. Dan vind ik een jas cool. Dan niet meer nodig. En dan krijg ik altijd deze aan. Oh, leuk. Super. Hij zit ook lekker. Ja, hij is heel fijn. Lekker warm ook. Top. Cool. Nou, well, wat een diepgaande vraag. Waarom zijn jullie gaan dansen? Oeh. Oh, de vraag gaat eerst naar mij. De vraag gaat eerst naar jou. Nou, mijn moeder kwam op het idee. Ik wou eerst graag op paardrijles. Ja, samen met een vriendinnetje van mij zijn we op paardrijles. En dat wouden we heel subtiel aan onze moeders vragen. Dus, hé Mem, wat is nou een leuke sport voor ons? En dan hoopten we natuurlijk dat ze paardrijden zouden zeggen. En toen zei mijn moeder van, die dacht even na, dansen. En toen was ik het paardrijden meteen weer vergeten, weet je wel. Dus ik was meteen van, hey, ja, dansen. Toen had ik me bijna opgegeven voor een proefles bij een andere school, want ik kende zo'n feestje in Dance Center niet. En toen had mijn nicht een kinderfeestje hier. Oh ja, en dat weet ik nog. Dat weet je nog. Ja, nou, toch. En toen dacht ik dus meteen van, hey, ik ben om. Wow. Dus toen zijn we op dansen gegaan. Toen is er nog een nieuwe groep van ons gestart. Nou ja, dat is trouwens hoe ik ben begonnen met dansen. Ik ben begonnen met dansen, ja. Nou ja, dus omdat mijn moeder het zei en ik toen dacht van, hey. En omdat ik het gewoon eigenlijk altijd deed als klein meisje en ik het gewoon heel leuk vond. Ik dacht, hey, ik wil op het sport en als ik kan groeien en dansen, dan ga ik dat doen. Super nice. Ik wist altijd als kind van, het zit wel in me. Ik maakte altijd thuis mijn eigen dansjes en in ons dorp in Ureterp werd het nog niet aangeboden. Dus ik ben op een andere sport gegaan. Maar op een gegeven moment was ik een jaar of 18 en toen dacht ik, ja weet je, ik moet hier wel gewoon gaan investeren. En toen ben ik de dansopleiding gaan volgen. Super toffe tijd, ook zware tijd, ook moeilijke tijd. Ja, en ik wist nog helemaal niet wat ik ermee wilde gaan doen. Maar soms moet je ook gewoon lekker je hart gaan volgen. En uiteindelijk is dat een goede keuze geweest. Zo. Nou, wat willen jullie met dansen bereiken? Met dansen hoef ik in principe voor mezelf niet hele hoge doelen of zo te bereiken. Maar wat ik met dansles geven bijvoorbeeld bereiken wil, is dat mensen zich op hun gemak voelen bij mij in de les. En dat ze ook gewoon durven te groeien. Zichzelf steeds meer durven te laten zien dat ze beter worden in dansen. Maar dat is nog niet eens het belangrijkste voor mij. Ja, dat is voor hen natuurlijk leuk. Maar ik vind het heel belangrijk dat ze steeds meer zichzelf durven zijn. Steeds meer zichzelf durven te laten zien bijvoorbeeld. Ook op podiums en zo. Dus dat wil ik bereiken met dansen, dansles geven. Voor mezelf, ja, ik wil natuurlijk gewoon steeds beter worden in de les geven. Want jij doet natuurlijk nog niet zo heel lang, dus ik kan ook nog steeds meer groeien. Ja, voor mij, wat ik met dansen wil bereiken, ik denk dat we met z'n allen al heel wat moois hebben neergezet. En ik hoop dat eigenlijk door te kunnen zetten. En ja, wie weet wel op verschillende plekken in Nederland. Ja, ik hoop nog natuurlijk zelf nog heel lang te kunnen dansen. Ja, en daarin heel veel mensen in mee te kunnen nemen. Mm-hmm. Dat waren alle vragen. Vragen aan jullie. Dan gaan we nu naar het volgende. En volgens mij gaat Sanne uitleggen wat we gaan doen. Oké, ja. Dan gaan we nu door met ronde 2. Lisa en ik hebben samen vragen bedacht. Die weet Elsa en Greertje niet. Daarom hebben wij samen bordjes gemaakt. En nou met Elsa en eentje met Geertje. Dan gaan wij zo meteen om de beurt een vraag stellen. En het is de bedoeling dat zij een bordje omhoog houden waarvan zij het meest vinden past bij wie... Wow. Dan is het de bedoeling dat zij een bordje omhoog houden bij wie het best past. Dus, zijn jullie klaar voor? Ja. Ja, oké. Okay. Als het okay. Niet te moeilijk zijn. Okay. Jullie mogen het niet van elkaar zien. Dus dat is het gewoon. Beetje van elkaar. Beetje. Oké. Nummer 1. Wie danst er de meeste dansstijlen? Je mag niet spieken. Je mag niet spieken. Nee, sorry. Elsa. We hebben al bij Elsa. Ja.
Nou ja, weet je, dat is ook duidelijk. Ik bedoel, ik doe gewoon hip-hop. Ja. Gewoon hip-hop. En daar ben je ontzettend goed in. Maar, kijk, weet je, ik dans ook fulltime. En ja. Kijk, jij hebt nog studie erbij, maar uiteindelijk is de bedoeling dat je ook tussen afro dance gaat doen en ja. Dus dat komt nog. Het komt nog, maar tot nu toe is Elsa wel meest ervaren met alle danstijden, zeg maar. Je hebt ervaring met meer danstijden dan ik. Oké, okay. Maar ik ga het herhalen, hè? Ik kom uit Zuid-Afrika. Ja. Oké, volgende vraag. De. Wie denken jullie dat het meest van chocola houdt? Jullie hebben allebei. En hoezo? Ja, weet je, ik vind het wel lekker. Ja, maar als dat er niet is. Ja, want dan mis je wel. Laat het daar maar op houden. Als het er niet is, vind ik het niet heel erg. Nee, oké. Okay. Nee, ik ben ook niet. Ik word nooit niet boos als er geen chocola aan huis is, inderdaad. Maar het wel, als er dan bijvoorbeeld M&M's of zo op tafel staat, dan heb ik die minstens 10 minuten in mijn handen. Dat wel. Maar kijk, dan ik ben wel, denk ik. Als ik bij Elsa thuis ben, dan staat er wel echt een bak met gewoon. Ja. 20 marsen en 20 stippen. Ja, en ik was er allemaal in één middag op, weet je wel. Dus we zijn gelijk, denk ik. Ja, oké, okay. Weer gelijk. Oké, wie is er het meest fanatiek? Ja. Kan het allemaal opties zijn? Nou, ja. Maar ik denk dat iedereen zichzelf fanatiek vindt. Ja. En iedereen op zijn eigen manier. Nou, en weet je, ik heb nu mezelf gekozen omdat ik gewoon kijk naar de aantal uren. Ja. En momenteel werk ik, doe ik de meeste uren, dus in die zin zal ik het meest fanatiek zijn. Maar ja, weet je, ik denk dat we beide er voor gaan. En als je kijkt inderdaad naar fanatiek als in het gewoon altijd goed willen doen, dat heb ik ook wel. Ja. Ik ben, maar dat hebben we allebei inderdaad, we gaan allebei voor kwaliteit. Gelukkig maar. Ja. Oké, dit is een gokje voor jullie, denk ik. Wie heeft de meeste huisdieren? Oh nee, dat weet ik. Ja, hoeveel huisdieren heb je dan? Ik heb 2 katten, James en Joey. En ik heb dan nog nooit gehoord over huisdieren, dus ik denk ze heeft ook. Jawel. Ja? Ik heb 1 hond. Oh. Maar ja, dat is 1. En ja, okay. Ik wist dat jij 2 katten had. Dus oh, dat weet iedereen. Dat weet iedereen, ja.